Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Jordi die is op dit moment heel vrolijk. Hij krijgt fruit. Maar hij moet zo erg lachen steeds. Dat het fruit uit zijn mond loopt. De slimmerik. Goed zo. Ja, daar is Liam. Die is appeltjes nu aan het eten. Hij heeft al een hele banaan op. En hier is onze Sammy. Want Sammy is ook lekker aan het happen, hè? Ja. Niels is boven bezig. En ja, we zitten nog steeds in quarantaine. Helaas. Hop. Goed gedaan. Zoals je hier ziet, is dit onze vuilnisbelt. En ik ben het een beetje beu dat alles maar langs het huis wordt opgestapeld. Dus ik heb gezegd tegen Niels, je bestelt maar een container, vooral voor de hout. De rest is allemaal bijzaak, want dat is zo weggebracht. Ik zeg, je zorgt maar dat er een container komt, dat je al het hout weg kan doen. En dat in principe alles wat dat betreft weg is. Want Liam krijgt speelgoed voor buiten te spelen. Dus ik vind dat het kind met mooi weer ook buiten kan spelen. Dus nou is het dadelijk zo. Morgen komt die container. En dan gaat Niels alles in die container werken qua hout. En dan binnenkort rijdt hij dan nog een keer naar de stort toe voor de rest van het vuil. Dat is nu niet meer zo heel veel. En dan, is daar geregeld, is het weg. Kunnen ze lekker buiten spelen, is langs het huis dadelijk helemaal vrij en opgeruimd. En dan kan hij lekker met zijn autootje en met zijn trampoline spelen en zijn zandbakje en alles. Want hij heeft nu wel de leeftijd, vind ik, dat hij dat begint te willen. Dus vandaar. Ik was een beetje boos daarover. Omdat er gewoon niks mee gedaan wordt. Geen niks. En ik hoop dat al weken, maanden, dat het opgeruimd moet worden. En het is voor mij gewoon echt een doorn in het oog. Dus, ik heb tegen Niels gezegd, oké, we zitten nu in quarantaine. Je bent bekend van je klachten af. Regel dat nou eens. Dus die container komt morgen. En dan kan hij morgen nog al die zooi erin ruimen. En dan mag je woensdag weer gaan werken. Heeft hij gelijk gesport. De container komt eerder. Dus ik heb twee uitkijkers. Wat komt eraan? Nou, ik weet niet of die nou komt. Weet ik ook niet. Maar hij kan het net niet zien nou, hè? Moet papa hem optillen. Ze hadden om 10:30 gemeld. Joef. Jee. Jee. Heeft hij gescheten? Ik heb net Sam al gedaan met een scheidbroek. Ik Sam net wel. Oh, oké. De container zou eigenlijk morgen zijn gekomen, maar die is dus vandaag al neergezet. En Niels is nu buiten bezig. Geen zorgen, als er iemand bij Niels in de buurt komt, zegt hij ook gewoon van luister, ik ben in quarantaine, je moet niet in mijn buurt komen. Maar ja, de houten moet gewoon weg, dus ja, dat is het gewoon. En deze grote vent, de leider van onze Bambix-bende, die wilde niet slapen. Dus die is wakker. En die zal straks wel, als de kindjes allemaal wakker zijn, zal hij wel willen gaan slapen. Dus we gaan het gewoon zien hoe dat het loopt. Iets wat ik al heel die quarantaine wil doen, is cake maken. En ja, ik heb er een recept voor
cake te maken op de bakkersmanier, maar daar heb ik geen zin in. Ik wil het gewoon dummy-proof hebben. Dus vandaar dat ik deze heb. En ik ga er appelkaneelcake van maken. Dat is heel simpel. Je maakt gewoon het recept. Je gooit er, je doet appelschillen, een beetje kaneel er doorheen. En je gooit het erbij, je spaat het er door en je gooit het in de oven en je bent klaar. Nou, dat is eigenlijk alles. Maar goed, dat ga ik dus maken. Kindjes zijn gek op appelkaneelcake. Ik ben gek op appelkaneelcake. Niels vindt het lekker. Dus waarom ook niet? Ik ga dat maken. Vandaag eten we nasi, dus daar ga ik dadelijk ook mee aan de slag. Eventjes de groenten en het vlees vastbakken. En dat het zover klaar is dat ik alleen nog maar rijst onderdoor hoef te bakken. En dan kan ik even opruimen, vaatwasser aan. En dan zijn die kinderen alweer bijna wakker. Dus dat ga ik even doen. Tada! En dan gaat hij nu de oven in voor een uurtje. En dan is het daarna lekker smikkelen. Berghout is weg. Deze gaat er nog in. En die gaat er nog in. En dan is het hout weg. En de container zit ook zo goed als vol. Oh, waar ligt hij dan lekker? Hij is weer gedruppeld in zijn oortje. En nou ligt hij lekker te drinken bij papa. En het hout is zover weg, toch? Mm-hmm. Ik weet dat papa nu in zijn hoofd zit. Nu wil ik naar zolder. Nu wil ik van alles verder doen. Schiet op, Jordi, met drinken. Schiet op. Nee, schiet want op. Jordi kan rustig drinken. Oh, toch wel? Ja, want de andere twee zijn nog niet wakker. Ja, maar ik zie het wel aan jouw hoofd dat je denkt van... Zrrr. Heb je geplast? Nee. De cake is klaar. Zo ziet hij eruit als hij klaar is. En nee, ik kan het niet laten. Kontjes voor mama. Yummy! Alles is weer wakker! Hi! Hi! We gaan nu de cake proberen. Eerst gaat papa een hapje nemen. Oh, dat is lekker! Lekker! Ja, lekker! Wil jij ook cake? Ja? En dan voor Jordi breek ik hem een beetje in stukken. Want meneer kan niet fatsoenlijk eten. Dus Sammy ook. Breek hem ook in stukjes. Oh, Jordi gaat er gelijk op. En? Hier is jouw bakje. Nou, Jordi keurt hem al goed hoor, dat heb ik al gezien. Kun jij hem goed? Ja? Oké. Okay. Nu we proberen. Met deze. Nou, volgens mij keurt Sam hem ook goed hoor. Sam keurt hem ook goed, papa. Waar ga je ermee heen? Wil je een tafeltje zitten? Zal mama even helpen? Ga maar zitten. Zo, ga maar zitten. Wauw. Jee. Jij mag daar gewoon zitten. Ai. Jee. Wil lekker eten. Wil lekker happen. Ja.
hier, kijk. Hier, zo. Nee. Oké, dan niet. Stop opeten. We moeten er niet zoveel druk op leggen, want dan weet je dat als je druk op legt, dat hij het niet doet, hè? We kennen hem langer als vandaag, hè? Even bij Jordi kijken, hij heeft een hele bak jongen gehoord. Weet je. Er ligt ook op de bank nog een stukje, papa. Hoe kan ik dan weg zijn? Ik weet het zeker dat ik hem hier heb achtergelaten. Ja, je spuugt. Spuugt hij? Jordi had een beetje gespuugd. Waarschijnlijk komt dat omdat hij te snel gegeten heeft. Want hij kan af en toe heel erg schrokken. En hij heeft natuurlijk ook last van zijn oor. Daar kan dat ook mee te maken hebben. Liam is ondertussen aan het eten. Vind je het lekker? Is het lekker, schatje? Ja? Oké. Wij hebben gegeten. En nu is Jordi even een filmpje nog aan het kijken. Jordi is een beetje chagrijnig. Hij heeft net nog even geslapen. Ja, want je wou niet slapen, hè? En nu gaan we even uitbuiken en relaxen. En dan dadelijk je broers naar bed werken en jou helpen. Yay! Waar is Sam? Doe jij het voor? Ja. Wij hebben alle kindjes op bed liggen. Die werd nog even geholpen. Ja, die had flinke buikpijn. Hij heeft nou ook flink geboekt. Hij heeft heel flink geboekt. Twee flinke luiers, hè? Mm-hmm. Eigenlijk moeten het er drie zijn. We hebben in de eerste luier hebben we echt veel opgevangen. Ja, we konden nog net het in de luier houden. Ja, het zat echt, die luier zat van voor tot achter helemaal vol. Dus we hebben hem echt flink geholpen. Het botox staat in de planning, daar zijn ze mee bezig in het Radboud. Dus we kunnen niet meer doen dan dat. Als afwachten. Bovendien zitten we nu natuurlijk nog steeds in quarantaine. En nu gaan we opruimen. En zorgen dat schone kleding op de bank liggen, stofzuigen wel, dat soort dingen allemaal. En dan is het weer... Tijd om naar bed te gaan. Precies. Dus in de volgende swipe zien jullie de volgende dag. Tot morgen. Een hele goede morgen. Wat doet die papi? Oh. Sam die zit nu Jordi te etteren. Omicron, hè? Ja. Sam, hou je Omicron bij je. Krijg je een massage, Jordi? Dus dat is wat er nu speelt hier. Vandaag, wat gaan we vandaag doen, Niels? Want vandaag is de laatste dag van onze quarantaine. Dus Niels gaat morgen weer werken. Dat betekent dat ik vandaag de boel recht ga trekken. Niels gaat boven nog een beetje naar beneden halen van vuil. En
Moet ik voor de kindjes zorgen met de kindjes zijn, hè, papa? Mm-hmm. Hoi. Ah. Ja. Ik heb de douche gepoetst, ben gedoucht, ik heb mijn was gedaan. Niels is met de kinderen bezig geweest. En daar krijgen ze boterham. De picknick is langsgekomen. Joef is een knuffel aan het Hey! Mag niet. Niels, die is met Jordi aan het oefenen. Dit doet Niels al heel de quarantaine door. Lekker oefenen. Die had ik naar bed toe gedaan, of met Niels samen natuurlijk. En Sam die is alweer wakker, die kon niet meer slapen. Ik denk dat hij nou last heeft van corona. Nou ja, dat is dan maar zo, dan blijven we nog even thuis. En we hebben voor Joef een nieuw mandje gekocht. Want dat mandje, dat was gewoon niet prettig, niet fijn voor de vaak. Liam die sprong er bovenop. En als Liam nou hierop springt. Het is een harde mand. Dus. Dan kan hij je mand niet dubbel vouwen. Ja, hè? Dan kun je lekker liggen. Lekker ding. Is een lekker ding, hè? Vind je hem fijn? Willen. Ja. Nee. Niet kapot maken. Nee, heel water. Nee, heel water. Pas op jij. Niet tegenspreken, hè? Ik ben niet de baas. Na uitgediscussieerd te zijn met de hond. We hebben hier ook nog alles opgeruimd en gedaan. Dus ook dat hebben we nog gedaan. En dan ga ik dadelijk, als de twee andere ratjes wakker zijn, ga ik boven verder. Ga ik even poetsen. Kijk eventjes stoffen, dat soort dingen allemaal. En even stofzuigen en dweilen. Dus dan ben ik weer klaar. Ja, dat heb ik zo klaar. Dus dat is het voordeel. Mijn was heb ik ook al een heel eind helemaal klaar. Dus dat is allemaal een voordeel. Dus dan kan ik daarna eten koken. En wat heb ik gedaan? Deze meneer. Hij had lekker gedronken uit de fles van zijn broer. Nu was hij helemaal nat. Misschien weer schone kleren aan. En daar is Liam. Wil je ook iets vertellen? Ja? Hi. Hier is Jordi. Die heeft geen tijd. Nee, ik ga even Jordi zijn luier doen. En dan zijn bril opzetten. Kan hij lekker zijn filmpje kijken. En deze stalker een beetje bezig houden. Hey, stalker. En mama gaat eten koken. Ja. Eten. Yam. Nee, die moet je hierin doen. Kijk hierin.
Nee, die moet je hierin doen. Volgens mij hebben wij kinderen gemaakt vanuit vissticks. Ze hebben de concentratie, de vermogen ervan. Hè? Concentratievermogen van een visstickie? Ja! Ja! Nou, de kindjes liggen in bed. En Sam sliep al, dus ik hoop dat hij blijft slapen. Wij hebben zo'nzelfde stoel als wat Liam heeft besteld voor Sam. En die gaat Niels nu in elkaar zetten. Dus ja, dat gaat hij nu doen. Ik ben hier nog een beetje aan het opruimen. En dan is het tijd voor bankzaken en beleggingen en verder helemaal niks meer. Tada! Hij is zover klaar. Ja, bijna. Ja, bijna. Maar we gaan nu bank hangen en ik ga editen. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.